Eline Polanen, 12 september 1909 tot 8 december 2004. Vooraanstaand apotheker en zakenvrouw. Esseline Juliette Polanen werd geboren in het hernuttersgezin van Albertine Johanna Chang-Ahung en Johannes Hendrik Nelson Polanen, de eerste Afro-Surinaamse hoofdonderwijzer. Haar vader moedigde haar aan om te gaan studeren. In 1935 studeerde ze aan de geneeskundige school af als apotheker. Het jaar daarop opende ze op de benedenverdieping van haar ouderlijk huis in de Burenstraat, apotheek E.J. Polanen N.V. De apotheek werd in 1945 uitgebreid met een eigen optische handel en lenzenslijperij. In 1946 werden beide zaken ondergebracht in E.J. Polanens apotheek en optische handel N.V., waarvan zij directeur werd. Apotheek Polanen was een begrip en werd tevens het sociaal-cultureel centrum van de buurt. Tante Esseline had altijd pleegkinderen in huis, was bestuurslid van het cultureel centrum Suriname, het kinderhuis Saran en nam het initiatief voor de oprichting van SOS Kinderdorpen in Paramaribo. Huize Albertine, het rustoord voor senioren, is vernoemd naar haar moeder. Esseline Polanen werd onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje Nassau.